contact gehad met Ad. Die had nog een leuk evenementje. Een of andere trip. Gaan we zo meteen horen van Ad. En die vroeg of ik mee wou. En ik heb natuurlijk ook even gekeken of er nog anderen meegingen. Maar Richard ging helaas niet mee. Had ook leuk geweest natuurlijk. Maar wij gaan dus nu onderweg naar Ad. En dan gaan we eens even kijken naar wat voor evenement we gaan. Ja, Ad die had namelijk iemand verteld dat de parkeerplaats vol was. Ja, ja. Ja. De luxe wagens is vol. Luxe wagens die mochten er niet meer bij. Nee. Wagens helemaal vol. Nou, Ad zelf is ook met een apart voertuig. Nee, zeg. Ik hoor hem wel, ik zie hem nog niet. Wel geluid, nog geen beeld. Jezus, Mina. Komt er eentje van het reemaken. Moet je kijken. De shopperdokter. Dat is de dagelijkse vervoer, hè? Nee, een hobby. Nee, dat speelt niet. Wat een apparaat, joh. Een ding, jongens. Moet je kijken. Lak, hè? Ja, zeker. Je wou eerst geen groom. Hoi. Joop. Ik ben Ruud. Hoi. Hey, maestro. Hey, Joopie. Hoi. Hey, Ruud. Hoi. Hoi, Ruud. Hey. Kom er steeds meer uit, hè? Ja, hoi, Peter. Hoi, Ruud. Richard. Hoi, Richard. Ah, toch een Richard mee. Verwinner. Hé, hey, Ruud. Wat een ding, joh. Gaaf, hè? Ga even zitten, Werner. Hoe is dat? Nou, kan ik die Volkswagen bus inrijden, of ja, niet? Ja, ik zou het gelijk doen. Kun jij even een rondje binnen doen, dat je even laat zien hoe het er binnen uitziet? Ja, natuurlijk. Nou ja, moet kijken, wat een afwerking ook. Mooi, hè? Dit valt wel goed in jouw straatje zo. Zeker weten. Goh, kijk eens hoe mooi. Prachtig. Nou, hier kun je wel een rondje mee doen, jongens. Ja. Zullen we een rondje gaan varen? Ga maar eens een rondje rijden! Ja, toch gaaf? Kijk hem al. Ja, ga je met je eigen boot of ga je wel, kom je net toevallig terug? Heb je naar de vlag gekeken? Ik heb nog niet naar de vlag gekeken. Zeg maar leuk. Ik kom er nooit meer in. We gaan! We gaan! Was dat jouw oude boot niet? Nee. Iedereen is aan boord en we kunnen vertrekken. Helaas kan Kenneth er niet bij zijn. Ja, vandaag houdt Henk zich bezig met de vendors, dus die heeft ze net binnenboord gehaald. Waar gaat nou de reis heen? Richting Werkendam. Ja. En dan gaan we die jongens afwachten. Ik kan een beetje meevaren, zo kan je mooi filmen. Ja, ja. Normaal vertrekken ze uit Duitsland. Ja. En dan hierheen. Dan moeten ze daar overnachten. Nou doen ze net andersom. Oké. Okay. Ze zitten in het begin nu, zeg maar. Ja. Ad kreeg even een telefoontje en vroeg aan mij of ik even het roer over wilde nemen. Ja, dat zag ik wel zitten, ja. Kijk, ik wel aan wennen. Ja.
Op dit moment varen we dezelfde richting als deze speedboten. Zometeen keren we om en nu komen ze achter ons aan. Door! Kwartjes! We varen nu in dezelfde richting als deze powerboten en we worden zowel links als rechts ingehaald. Dit is echt volop genieten. We zijn aangekomen bij een bunkerstation waar deze boten even kunnen bijtanken. En volgens mij is het ook een checkpoint, dat weet ik niet zeker, maar daar lijkt het in ieder geval op. Wilt u daar 70 bij? Ja! Zeg maar dat je nee had gezegd, heel mee te gaan. Nee, dat was geen optie. Dat was geen optie. Terwijl dat de speedboten aan het tanken zijn, geeft dat ons mooi de gelegenheid om de boten van dichtbij te bekijken. En wat dan apparaten liggen erbij. Wat een dino! Wat daar is hij? Hopken! Ja, ik heb een nieuwe boot. We hebben de jackpot. Ik ben hier met Werner naartoe gegaan. We gaan hem zo ophalen. Ja, droom maar lekker verder. We hebben natuurlijk net een stuk meegevaren met de pokeren. We zijn nu beland in een jachthaven aan de andere kant van de rivier. Waar we even lekker wat gaan eten en drinken. Kijk maar mee. Broer de Moor. Ja. Broer de Smoor. Ja. Dat is leuk. Als Mark aan kijkt, dan zegt hij, hey, mijn boot. Ja. Dit is eigenlijk zo'n beetje wat ik vroeger voor ogen had, weet je wel. Klein bootje, maar wel een mega blok erachter. Ja. Dat doet me een beetje denken aan Jeremy Clarkson van Top Gear dit. Ja. Peter. Lekker. Nou kijk, super. Dankjewel. Geniet ervan. Zeker, dankjewel. Zo gaat dat. Proost. Jij maakt blauw. We zien hier Mark, een volger van het kanaal. Een fan, volger. Kijk hoe je het noemt. Die daagt ons uit voor een spelletje vierde per rij. Werner mag beginnen, maar het gaat niet helemaal volgens plan. Het is wel grappig, want Mark die wacht zijn moment af. Op het moment dat Werner niet kijkt, gooit hij er eentje in zonder dat Werner weet wat er eigenlijk gebeurd is. En dan duurt de ronde niet lang. Allemaal vallen.
Je kan niet tegen je verliezen, jongen. Je kan niet tegen je verliezen, hè. Zie jij wat? Nee. ja. Het kan lang duren, hè. Er is geen haast, hè. Er even eentje, ja. Oh. Kan ook heel kort duren. Jongen. Hey, ik heb al gewonnen. We zijn er al, hoor. Dankjewel voor deze wedstrijd, jongen. Nou, Ruud. Ik ga het verder. Nou, inmiddels is het mijn beurt. Alleen, hier gaat het wat langer duren. Alleen speel ik niet tegen alleen deze dame. Ik speel geloof ik tegen 4 dames. Dat hoor je zo meteen wel aan het commentaar van de mannen aan mijn kant. Ja. Die vrouw is niet erg, maar dat is een ander werk. En terwijl ik niet op stond te letten, creëerden ze meerdere kansen, waardoor ik eigenlijk niet meer kon winnen. Hey, Klaasje! En na de spelletjes konden we hier heerlijk terecht om een hamburgertje te pakken. Dat had allemaal goed geregeld. En vervolgens kon je binnen genieten van live muziek. En later ging het over in andere muziekstijl. Perfect om schoon te maken, hè? Ja, zeker. Een regen eroverheen. Ja. Dat is echt zo. Ja. Nou, je kan je boot ook het beste wassen met regen. Ja. Ja. In plaats van met 30 graden. Ja. Dat is een proost, hè? Ze houden er van Nederland. Oh, die. Ja. Altijd hou je bek niet. Kunnen jullie zeggen? Hij is er best wel trots op. Ja. Fuck you. Nee. Zijn we los? Ja, je bent los. Dat was toch weer leuk toch iets zo? Over de mensen die je bij je hebt. Ja. Het maakt het gezellig met de mensen die je bij je hebt. Ja, zo is het. Ja, kijk wel vanuit. En dan de wiesbossen stopt dan mee. En zo niet, gaan ze niet meer mee. Zo simpel kan het zijn, hè? Is er lastig, hè? Zo kan het. Gaat er goed in, de motor. Ja, dat betekent, Werner heeft alleen maar cola op. Ja, voor hebben we druk nog iemand. Ja, het regent, hè, dan zijn ze niet zo druk buiten. Hè? Er is niet zo druk buiten, hè, nee. Het regent. Nee. Vinden jullie de letters trouwens? Ze branden, hè? Ja, ik vind het wel gaaf. Ho. Die pomp weer af, nou hier. Ja. Even duren, Wenner. Hier hebben we opgeoefend. We liggen nou overdwars. Joop, ja, was gezellig. Jij bent alvast thuis. Wij gaan weer terug. Doei. Doei. Alle hens op dek. Ja. Hop. Nou ja, het is een beetje vol, hè? Dat zeggen ze altijd, vol is vol. Hebben jullie het voor elkaar, mannen? Dat lijkt het toch, een soort van. Heb je zo'n boot? Kun je die beker erop opleggen? Ja, ik wil het even. Ja. Hé, maar uitleg, hè? Hé, ik wil mijn hele leven zit al in de knoop, ja, dus dit is de vertaling van! Hartstikke bedankt. Eens gelijk. Top. Jij ook, hè? Geweldig. Super, hey, dankjewel. Jij ook bedankt. Komt goed, fijne avond nog, hè? Ja, jullie ook. Doei, hè? Hey, de groeten. Hey, de groetjes. Ja. Ad. Weg. Ik ga ook weg. Super goed, bedankt. Ja. Was hartstikke leuk. Ja. En je ziet er wel weer verschijnen, hè? Is goed. Oké. Doei, hè? Hoi.
Ja. Deze boot had ook serieus mee kunnen doen. Er ligt genoeg vermogen achter als ik het zo zag. Ja. Goede reis. Dankjewel. Bedankt voor de gezellige dag. Het is gezellig, hè? Ja, toch? En ik kende die Brabanders wel, hè? Huh? Zeg, ik kende die Brabanders wel, hè? Gezelligheid. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan zeker niet even een duimpje omhoog te doen of een reactie te geven hieronder de video. En dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Je mag abonneren, is helemaal gratis. En dan zien we elkaar terug bij de volgende.